Oké, uitleg van de koopakte deel 2, artikel 6. Artikel 6 gaat over wat een verkoper aan je gaat leveren. Dus hij garandeert een aantal dingen. Hij garandeert bijvoorbeeld of er wel of geen asbest in het huis zit, of er een ondergrondse tanks in de grond zitten, of er nog een verontreiniging in de bodem zit, of de kadastrale grenzen allemaal kloppen. Dus het is een heel belangrijk artikel om even goed na te kijken of alles klopt zoals je dat zou willen hebben. Hierin staat bijvoorbeeld ook dat je nog een keer de woning mag inspecteren vlak voordat je eigenaar wordt. Artikel 7, ook weer een heel belangrijk artikel. Daar staat in dat als je een woning koopt en er zitten nog huurovereenkomsten in het huis, dan is het belangrijk om even te weten of die huurovereenkomsten op je overgaan als koper zijnde. Bijvoorbeeld zit er een huur-cv-ketel in, of een huurgijzer, of een huurboiler, of misschien zelfs een huurder in het huis. Met dit artikel geef je dus aan of je als koper zijnde die huurder overneemt, of die huurboiler of huurgijzer, of juist niet. Daarnaast staat erin dat als er nog garanties op de woning zitten, dat die garanties op de nieuwe eigenaar overgaan. Dat is eigenlijk altijd het geval. Er zitten nog 2 jaar garantie op dubbel glas, wat nog niet zo lang geleden geplaatst is. Gaan die 2 jaar garantie over. Dus het is belangrijk om je garantiebewijzen te krijgen van de verkoper. Artikel 8. De verkoper van de woning betaalt natuurlijk lasten van het huis. Het is altijd slim om van tevoren even te vragen wat hij precies betaalt. Vereniging van eigenaren, lasten aan de gemeente, erfpacht, kan van alles zijn. Tot het moment dat je naar de notaris gaat en de sleutels van het huis krijgt, is de verkoper voor die lasten verantwoordelijk. Maar bij de overdracht gaan die lasten automatisch op de koper over. In dit artikel staat dat bijvoorbeeld de gemeentelasten worden verrekend. Stel voor, je draagt op 1 augustus over, dan betaalt de verkoper tot 1 augustus en de koper betaalt vanaf 1 augustus tot het einde van het jaar terug. De notaris zal dat verrekenen in de nota van afrekening. Artikel 9 is ook wel een heel interessant artikel. Daarin staat dat als je bijvoorbeeld met z'n tweeën een huis gaat kopen, je beide hoofdelijk verantwoordelijk bent voor wat er in de akte staat. Klinkt heel ingewikkeld. Het is niet zo heel ingewikkeld, het is eigenlijk heel simpel. Stel voor, je koopt samen een huis en een van de twee vertrekt naar Bonaire en komt nooit meer terug, is de ander toch volledig verantwoordelijk voor de koop van het huis. Dus niet omdat je voor de helft eigenaar bent, dat je ook maar voor de helft verantwoording draagt.